We zagen dat er grote verschillen zitten tussen met hoeveel Excel-vaardigheden de studenten binnenkomen. Een deel van onze studenten die bijvoorbeeld van het MBO komen, die hebben al een Excel-certificaat op het moment dat ze binnenkomen. En een ander deel van de studenten weet niet welk icoontje Excel heeft. En jij was? Niveau 3. Niveau 3, ja. Oké. Okay. En in welke groep was je ingedeeld? Groep 1, dus de groep met de laatste score. Ja. Je krijgt nu dus meer ondersteuning van ons om die leerdoelen te gaan halen. Ter voorbereiding van de proeftoets die we kregen, heb ik ook alle kennisclips bekeken die de docenten op Brightspace zetten. Dat maakt ook echt een wereld van verschil.